dit is zo awkward. Tegenover mijn huis staat een schoonmaakster de ramen te zeemen en ze kijkt me echt aan van wat de fuck praat zij in die camera. Sorry voor het slechte licht, maar ik heb vandaag een shoplog voor jullie van Lofies.com. En ik heb wat kleding hier achter me staan. En dat zijn dus de items die ik geshopt heb bij Lofies. En aan het eind van de video ga ik jullie vertellen hoe je 150 euro shoppingtegoed bij Lofies.com kunt winnen. Aangezien het bijna kerst is, wilde ik wel even gewoon een leuk jurkje kiezen of iets voor oud en nieuw. Dus ik heb twee jurkjes uitgekozen. Als eerste deze. Dit is echt een echt zo'n oud en nieuw jurkje. Hij is best wel lang. Nou ja, tenminste, als je hem aan hebt, is hij niet lang. En dit is de achterkant. Dus dit zit zo aan de achterkant en dit dan aan de voorkant. En ja, eigenlijk kunnen pailletjes altijd wel voor oud en nieuw. En vind ik dat eigenlijk elk jaar gewoon opnieuw weer leuk. Maar ik weet het. Het is toch altijd fijn om altijd een backup jurkje te hebben voor dat soort dagen. En het jurkje kostte €39,95. Dit is zo awkward. Tegenover mijn huis staat een schoonmaakster de ramen te zeemen. En ze kijkt me echt aan van wat de fuck praat zij in die camera. Ik had nog een ander jurkje besteld. En dat is deze. En ik vind deze wel heel erg schattig, zeg maar, normaal zou ik nooit voor dit printje gaan, maar ik vind juist het model vind ik het wel weer heel leuk maken. En hij valt best wel kort en zwart-wit zebra-achtig. Ja, het is niet echt zebra, maar daar lijkt het wel op als je het zo houdt. Maar ik vind deze ook echt heel erg leuk en hij kan heel schattig staan voor weet ik, zo een lunch of zoiets. Of ja, ik weet niet. Dit kan wel voor feestjes, maar ook voor overdag vind ik dat het wel kan. En deze kostte €34,95. Echt, ik ben ook weer helemaal fan van mooie zijden topjes met kant en zo. En ik heb er dus twee besteld. Deze. Hij is een beetje gekreukt, maar deze. En ik vind deze heel mooi. Zeg maar, aan allebei de kanten heeft hij dus kant zitten. En hij valt heel erg los en het zit gewoon heel erg mooi. En deze was uit mijn hoofd €16,95. Dus dat is ook helemaal niet duur voor zo'n mooi shirtje. En ik heb daarvan ook nog een rode variant genomen. En dat is deze. En deze is ook €16,95. En die heeft gewoon, ja, is gewoon precies hetzelfde eigenlijk, maar dan rood. En dat vind ik ook wel heel erg mooi, want ik altijd terugval op zwart. En daar wilde ik eigenlijk een klein beetje van af. Dus dat is me nu wel redelijk gelukt. Want rood is geen zwart. Over rood gesproken heb ik ook nog dit shirt uitgekozen. En, ik zal dit even afhalen. En ik vind dit shirt, ja, is een beetje gekrukt ook, maar... ik vind het wel een heel leuk shirt en ik hou echt van dit soort shirts om in te slapen. Een beetje groot en dan dat ze toch wel leuk zijn. Ik haat het wel echt om in zo'n zwervers outfit te slapen. Want dan voel ik me de volgende ochtend echt nog 10 keer belabberder dan dat ik eigenlijk al ben. Maar goed, ik vind het gewoon een heel leuk t-shirt om lekker in te slapen. Of ik weet niet. Ik hou gewoon, normaal draag ik eigenlijk helemaal niet echt dit soort kleuren. Dus ik weet niet zo heel goed hoe ik dit normaal zou moeten dragen. Maar ik vind het wel heel erg leuk voor lekker thuis en... gewoon lekker een simpel shirt. En aan de achterkant is die gewoon helemaal rood. En aan de voorkant dus deze gouden pistooltjes erop. En ja, als we het toch hebben over kleding waarbij ik uit mijn comfortzone stap, heb ik ook nog dit rokje besteld. En nou, dit is dus echt iets wat ik... Ik weet niet ook of ik het gedraag, maar ik vind het op zich wel... Dit is gewoon heel lastig. Tijger en panterprint is zo lastig, zeg maar. Of het staat je leuk, of het staat je vet ordinair, of het is het net niet, of... Ik weet het niet, het is heel moeilijk en ik vind het zelf vaak bij de meeste mensen wel leuk staan. Maar het ligt heel erg aan het type wat je bent, zeg maar. Maar goed, ik heb er dus een rokje van genomen en hij is wel een heel lekker zacht stofje. Een soort suède-achtig stofje is het. En ja, op zich met een panty en een mooie zwarte blouse of zo zou het best wel nog leuk kunnen zijn. Maar hier moet je natuurlijk niet een of ander ordinair buitentruikje bij aan gaan trekken, want dan kan je beter meteen doorvliegen naar je retemar. Ook bestelde ik nog wat leuke accessoires, namelijk dit armbandje. En deze vind ik wel heel erg, vind ik gewoon een leuk detail voor bij een outfit. Kan ik best wel leuk maken. Hij gaat dus 3 keer om je arm heen en met zo'n magneetje, kun je hem dus weer vastmaken. Heel simpel, heel fijn. Ook bestelde ik nog dit superleuke armbandje, heel schattig vind ik die. En ja, het is altijd wel leuk om gewoon ergens bij te dragen. Niet echt voor elke dag of zo, maar af en toe gewoon even een extra armbandje omdoen vind ik ook altijd wel leuk. En hetzelfde geldt eigenlijk voor deze ringetjes. Die vind ik ook altijd gewoon leuk als extra accessoire. En staat ook wel een beetje leuk bij. Dus die heb ik ook lekker besteld. En hierbij zijn we wel weer aan het eind van mijn geshopte items gekomen. Dan ga ik je nu dus vertellen hoe je zelf aan €150 shopping tegoed kan komen om bij Lofies.com te shoppen.
En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is het Lofies op Instagram volgen en mij op Instagram volgen. En in deze reacties achterlaten waarom jij vindt dat jij moet winnen. En nu ook geen zielige verhalen horen of zo. Ik vind het juist leuk als het een beetje positieve verhalen zijn. En juist leuke redenen waarom jij het zou willen winnen. En ja, niet zielig zelfmedelijden of wat dan ook. Maar gewoon een leuk verhaaltje waarom jij vindt dat jij het zou moeten winnen, zeg maar. En dan zal de winnares binnen een week een mailtje van mij krijgen. Of een berichtje. Of zij mij een mailtje wil sturen. En dan komt dat helemaal goed verder. Dus nou, reageer lekker en volg Lofies vooral op Instagram. En mij ook. En dan maak jij kans om te winnen. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik ben in ieder geval heel blij met mijn geshopte items. En ik zie jullie snel weer. Doei!